Hey jij, nu je dit leest, heb je opdracht 1 al volbracht. Je hebt deze brief niet ongeopend in de prullenbak gegooid. Goed bezig. Waarschijnlijk ben je nu extra benieuwd naar opdracht 2. Dus ons advies is, ga door naar de tweede alinea. Voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen, is het ontzettend belangrijk om een stem toch te laten horen. Dus ga stemmen. Want als je niet gaat stemmen, ja, dan gaat die stem, ja, je gaat, telt niet mee. En die categorie jongeren hebben ook een eigen beleving over de politiek, eigen belangen. En als je niet voor die belangen opstaat, dan zijn er andere groepen die hun belangen wel extra laten gelden. Dus jongeren, laat je stem horen. Kom op voor je eigen belang. De burgemeester heeft de jongerenraad om advies gevraagd. Ik las de brief die de burgemeester had gestuurd naar alle jongeren ten tijde van de nieuwjaarswisseling. Dat we ons aan de regels moesten houden. Ik vond dat redelijk formeel, een redelijk ambtenarentaal. En ik dacht bij mezelf, dat kan beter. En toen dacht ik, de verkiezingen komen eraan. Hoe gaaf zou het nu zijn als we met alle jongeren die voor het eerst mogen stemmen zo'n brief gaan sturen in een aangepaste vorm. Dat jongeren veel meer aanspreekt. Ja, en ik ben maar een oude man die een beetje probeert om de jongeren te stimuleren. Maar ja, de jongerenraad kan dat veel beter dan ik dat kan. Hé jij, ik had er nooit aan gedacht. Maar juist door de jongerenraad vind ik dat een hele mooie aanhef. En juist een hele andere brief dan wie anders schrijven.